Sinterklaas. Maar daarna bleven mijn schoenen leeg en werden mijn brieven niet beantwoord. Hoe hard ik ook zong onder de schoorsteen. Stil lag ik in mijn bed te wachten op het geluid van voetstappen op het dak. Het werd alsmaar later en later en ik vroeg mezelf af. Zou Sinterklaas nog wel komen?